Goedemorgen. Er is deze week heel wat te doen geweest rond Jean-Pierre Van Rossum. Heb je allicht ook wel gelezen of gehoord. Nu, onlangs had ik een gesprek met hem. En in de rotonde was hij de Jean-Pierre, zoals wij hem allemaal kennen. Bijzonder, soms heel charmant, dan weer controversieel. Wanneer wij met elkaar gesproken hebben en of dit nu het laatste interview is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Dit is vooral een heel eerlijk, openhartig gesprek met een man met heel veel spijt over zijn leven. Van Rossum, zoals hij zich nog niet dikwijls getoond heeft. Radio 2, de grootste familie. Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de rotonde in Westende met Jean-Pierre Van Rossum, een man die geen verdere omschrijving nodig heeft, denk ik. Goedemorgen, Jean-Pierre. Goedemorgen. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat, ja. Je ziet er fris en monter uit, toch? Dat denk ik niet meer alleen. Hoezo? Omdat ik mij het laatste jaar volledig laat gaan, mij niks niet meer aantrek. En eigenlijk achteruit kijk naar hoe was het en in werkelijkheid geestelijk al afscheid genomen hebben van het leven. Het interesseert me allemaal niet meer. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk. Aan tafel in de Rotonde in Westende, Jean-Pierre Van Rossum. Jean-Pierre, wij gaan vandaag proberen om jouw leven in kaart te brengen. Alle afslagen die je in je leven genomen hebt. En waarom lach je nu? Ja, omdat ik heb zo'n chaotisch leven. Dat je dat niet in kaart kan brengen. Kijk je er zelf nog wel eens op terug? Ja. En heel vaak met echte spijt van dat heb je verkeerd gedaan en dat en dat en dat. Nee, met veel spijt, ja. Bijvoorbeeld, mijn zus is nu een jaar en een half geleden overleden. Het feit dat ik daar 40 jaar niet mee gesproken heb. Gewoon omdat ik me inbeelde, zij is een bourgeoise en met bourgeois spreek ik niet. Wat is dat nu voor een onnozelheid van redenering? Het feit dat ik mijn ouders 50 jaar eigenlijk gepest heb. Ja, en dan al met een keer tot het inzicht komen. Maar allee, waar zij er nu in godsnaam mee bezig? Wat een klein kind ben jij. Ja, dat is nog altijd leuk. Als je 15 jaar bent en dan moet je afzetten van je ouders. Ik heb het daar veel lastiger mee dan dat ik laat uitschijnen. Maar je ouders leven nog, je hebt nog alle kansen om de dingen goed te maken. Je haalt dit 50 jaar niet achter je liggen, haal je niet meer in natuurlijk. Mm-hmm. Nee, dat was... Ik had dat allemaal nooit mogen doen. Maar er zijn ook dingen die je wel goed gedaan hebt, uiteraard, Jean-Paul. En daar gaan we het straks ook over hebben. We gaan toch proberen om een beetje overzicht te brengen in jouw leven. Maar we gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Want je hebt een Wikipedia-pagina, uiteraard, op het internet. En daar staat dit op te lezen. Jean-Pierre Van Rossum, Brugge, 29 mei 1945, is een Belgisch econoom, publiek figuur, econometrist, politicus, zakenman, schrijver, publicist en voormalig volksvertegenwoordiger. Dat is heel wat. Maar het gaat allemaal over de periode, Jean-Pierre, toen je al een bekend man was. Maar je bent ooit anoniem door het leven gestapt, natuurlijk. Je jeugdjaren, je tienerjaren, daar komen we niks over te weten. Dus we hebben Han Koeken jouw Wikipedia-pagina even laten aanvullen. Jean-Pierre Van Rossum is geboren te Brugge op 29 mei 1945. Al van in zijn jonge jaren was Jean-Pierre een opvallend figuur, vertelt Thierry Goegebeur, zijn klasgenoot in de lagere school te Brugge. Hij blonk gewoon uit door zijn intelligentie. De nummer uno van de klas wat het vak wiskunde betrof met lengte voor en kop en schouders boven de rest. Iedereen stond met open mond... voor de vraagstukken of dergelijke meer, dat rolde eruit. En hij zou bijna zelf op het einde lesgegeven hebben aan de leraar om te duiden hoe dat het moest. De brains waren er al snel, maar van zijn rebelse brani was toen nog niet veel te merken. Volgens klasgenoot Thierry was Jean-Pierre zelfs... Een hele brave,
onopvallende jong. Brave Jean-Pierre was een uitmuntend student. Veel moeite moest hij daarvoor niet doen. Het kwam er vanzelf uit. Een universitaire carrière was dan ook een logische stap. Slimme Jean-Pierre ging economie studeren aan de Unie van Gent en promoveerde met de thesis De omloopsnelheid van het geld, waarvoor hij een internationale jaarbeurs van Vlaanderen kreeg. Na zijn studie startte hij een repetitorenbureau in Gent. Arnoud Fransen, een student die bijles kreeg van Jean-Pierre, getuigd. Hij was ook voor zijn eigen was die enorm streng. Hij wou pietje precies, hè? Alles moest tot op 3 cijfers na de komma berekend worden, bijvoorbeeld. Maar studiecoach Jean-Pierre doseerde zijn studenten meer dan alleen maar punten en komma's. Pink Floyd heb ik bijvoorbeeld met hem leren kennen, of Jacques Brel. De lange haren, rock'n'roll attitude en het je m'en foutisme waren toen al wel uitgebreid aanwezig, vertelt Arnoud met een glimlach. Hij was de type die als hij genoten had van kreeft in een of ander duur Brussels restaurant aan mij vroeg, Arno, haal me eens een pakje friet. En regels en principes, die waren er voor Jean-Pierre om doorbroken te worden, weet Arnoud. Hij is ook de type die ketchup legt op zijn oesters. En het was eind de jaren 80, toen hij Monitron oprichtte, dat Jean-Pierre zich in de kijker zou werken van de Vlaamse media. Met Monitron ontwikkelde hij een model waarmee hij beurskoersen trachtte te voorspellen. Vlaamse kapitaalkrachtigen vertrouwden hem gigantische sommen geld toe om te beleggen. Hij werd steenrijk, liet zich gewillig fotograferen met dure wagens en mooie vrouwen. En the rest is history. Voilà, stukje van jouw jeugd. Ik heb me nooit gewillig laten fotograferen. Ik heb daar een bloedhekel aan. Maar we horen hier toch al een beetje een vat vol tegenstellingen, hè? Pietje precies, maar voor de rest toch wel wild leven. Duur gaan eten, maar dan een pak friet of oesters met ketchup. Ja, ja, dat kan allemaal, ja. Ik vind het merkwaardig dat jullie... Ja, Thierry Goegebeur, dat is een advocaat geworden die die gevonden hebt. En dan zeker Arnaud, ja, die ik al jaren ken. Vind je dat leuk om zo even geconfronteerd te worden met mensen uit jouw verleden? Dat doet mij niks. Nee, dat doet mij niks. Wat zij over mij denken en zeggen, dat raakt mij niet. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk. Nee, bij jou. Jean-Pierre van Rossum, de allereerste afslag. Dus een afslag waarvoor we zelf niet kiezen. En dat is geboren worden, uiteraard. Hè. Ja. In een bepaald gezin. Jij komt uit een traditioneel gezin. Mag ik zo omschrijven? Hè? Braaf, katholiek. Royalistisch Vlaams gezin. Maar ik kijk wel met vertedering terug op mijn kinderjaren en ik begrijp mezelf niet eens dat ik mij daar zo aan geërgerd heb. Aan zo'n klein, braaf, burgerlijk gezinnetje waar ik mij dan, als ik ouder werd, ben ik zeer revolutionair geworden. Wat ik mij dan van afgezet heb en dat 50 jaar volgehouden heb zonder te weten waarom. Maar waarom heb je dat gedaan? Op welk moment ben jij beginnen rebelleren dan? Oh, helaas veel te vroeg. Hè. Mijn broertje is verongelukt. Hij was 5 jaar. Is verongelukt voor mijn ogen. Dat heeft zeker een enorme rol gespeeld in mijn leven. Ongetwijfeld. Ik heb geen vrienden niet meer gewild later. Maar hij was mijn enige vriend die ik had heb. En waarom wou jij geen vrienden meer daarna? Ja, maar dat zou ik dan opgevat hebben als verraad en de enige vriend die ik had als kind. En ik heb geen mensen niet meer vertrouwd. Dus dat is al heel vroeg begonnen. En ik kom uit een periode dat... Het uiten van gevoelens, dat mocht niet, hè. Ook niet na de dood van jouw broer? Nee, want... En mijn ouders waren alle twee zozeer van slag. Mm-hmm. Dat ging niet praten daarover. Maar jij was een kind van 7 jaar. Toen 7 jaar. Niemand kon jou opvangen op dat ogenblik. Ja, was dat wel nodig toen? Ik weet dat zelf niet meer. Ik vond dat vreselijk, hè. En ik ben mijzelf dat steeds meer gaan verwijten naarmate dat ik ouder werd. Dus
Mijn broertje zat nog in de kleuterschool en ik zat in het eerste of tweede studiejaar, denk ik, het eerste studiejaar. En de school was iets vroeger gedaan dan normaal. En we zijn nog gaan spelen bij een vriendje van toen, wiens vader huizen bouwde en zo. En dat was... We zijn daar, er was een lange gang waar dat allemaal cementzakken in lagen en bouwmateriaal. En we gaan om te eerst koers lopen tot aan de straat. Maar omdat mijn broertje 2 jaar jonger was dan wij, liet ik hem. Dus ik kreeg een voorsprong van x aantal meters. En dan zijn we beginnen lopen en ik hield mijn gestrakte armen de anderen tegen dat ze die overkomt. En ik zie nog altijd dat beeld dat hij op straat liep met zijn handjes in de lucht en recht onder een vrachtwagen. En ik verwijt mezelf dat. Nog altijd? Nou, nog altijd meer en meer naarmate dat ik ouder word. Meer en meer. Maar hoe eenzaam moet jij je gevoeld hebben, Jean-Pierre? Nee, ik denk niet. Ik heb nooit last gehad van eenzaamheid. Maar je zat met dat verdriet, met dat schuldbesef. En je kon er met niemand over praten. Ja, moet je daar dan wel over praten? Gaat dat dan iets helpen? Nee, dat helpt niks. En tot nu, zelfs nu, dat ik mijn ouders regelmatig zie en toch het voorrecht heb van een vader en een moeder te hebben die gezamenlijk 95 of 96 jaar zijn geworden. Hoeveel kinderen kunnen dat zijn? Ik heb nog mijn vader en mijn moeder, alle twee, die niet gescheiden zijn van elkaar, die elkaar nog altijd even graag zien als vroeger. Dat is een voorrecht van zoiets te hebben. Maar over de dood van mijn broertje, daar kunnen wij niet over spreken. Zij niet en ik niet. Dat zit zo diep. En als we daar zouden over spreken, dan maken we wederzijds wonden weer open. Wonden die met de tijd geheeld zijn. De studie, Jean-Pierre van Rossum. Je werd daarnet door een van jouw medestudenten heel erg slim genoemd. Heb jij ooit je IQ gemeten? Ik geloof er niet in die IQ-tests. Ben ik slim? Ja, slimmer dan veel anderen. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je tot besef komt. Ik heb nu zoveel gestudeerd en eigenlijk weet ik bijna niks. Maar zo verstandig zijn, Jean-Pierre, is dat nu een zegen of is dat een vloek? Dat is onaangenaam. Omdat je hebt geen mensen met wie dat je kan praten over de problemen die je zelf meent opgelost hebben. Dat heeft ook ermee altijd toe aangezet van... Oh, nee, die vrouw die verstaat mij niet als ik dat zeg. Allee, pak maar een ander, probeer bij een ander. Dus als ik terugkijk op mijn leven, voel ik een enorme schaamte van... Wat ben jij voor een onnozel kinkel geweest van op zo'n manier te leven? En moest ik het mogen erbijen, dan denk ik dat ik alles anders zou gedaan hebben dan dat ik gedaan heb. Weet jij ook, Jean-Pierre, waarom je eigenlijk heel jouw leven lang grenzen hebt opgezocht? Grenzen van wat toelaatbaar was? Ja. Ik kan dat het beste omschrijven. Als ik nog klein was, had ik als speelgoed de Meccano, waar je van alles kon mee bouwen. En ik was toen al altijd benieuwd. Tja, dat ijzeren plaatje, hoe ver kan je dat plooien voordat het kraakt? En nog een beetje meer, en nog een beetje meer. En nu breekt het. En dan nadien, godverdomme, nu is dat kapot. Waarom heb ik dat gedaan? En ik heb altijd... Waarom ben ik zo goed onderlegd in het infinitesimaal rekenen? Dat is het breken van de uiterste grens. Mm-hmm. En zo heb ik altijd geleefd.
en voorbij de grens van wat nog normaal is. Ook om te kijken... Dat is uitdaging. Uitdagen, hè? Ja. Bijvoorbeeld eind jaren 70 ben jij al veroordeeld voor valsheid in geschrift en het uitschrijven van ongedekte cheques. Ja. Waarom, Jean-Pierre? Ik heb een thesis geschreven toen voor een vroeger medestudent. Zijn vader was een directeur in een textielfabriek in Gent. En hij leefde in de grootste luxe. En ik moest wachten op mijn centen, dat ik dacht, ik pak hier een cheque en ik schrijf het bedrag van die thesis erop. En dat werd enorm. Ja, zij waren de bourgeoisie en Van Rossum, ja, dat was niks, hè, dat was een stuk stront. En toen moest ik dat, waarom heb je dat gedaan? En ik was op een bepaald moment zeer marxistisch en zeer revolutionair. Ja, tegen die flikken, ja, maar jullie zijn toch maar vertegenwoordigers van de bourgeoisie, wat weten jullie daarvan? Maar dat is toch ook weer uitdagen, Jean-Pierre? Ik verdraag geen autoriteit. Ik kan dat niet tegen. Dat is ook een leidraad in mijn leven geweest, ja. Maar had je dan nodig, die kick, van hoe ver kan ik gaan? Eigenlijk wel, ja, ik denk het wel. Maar... Ik was een onmogelijk mens om mee te leven. Hè. Ik weet nog goed, als ik die rechter die mij veroordeeld heeft, toen hij had zo van die grote flaporen. En middenin, in dat saai juridisch betoog van hij heeft dat en dat gedaan, wat ik niet naar luisterde. En ik stak mijn vinger op. En ik zei, mag ik hier iets zeggen, meneer de rechter? Jij kan carrière maken. En woe, woe, woe. Ja, ik zei, jij kan Dumbo gaan spelen in een van de dingen van de Disneyfilms. Dat in een rechtszaal van allemaal bourgeois. Ja, dat slaat in als een bom. En ja, ik ben altijd een klein kind gebleven dat graag stout is. En ja, dan kwam ik in die gevangenis terecht. En daar was ik opstandig tot en met. Ze konden niks met mij aanvangen. En dus wat dat de anderen na een derde van hun straf naar huis mochten, had ik altijd slechte rapporten. Ik weet niet hoeveel keer in het cachot gezeten. Je hebt het jezelf toch moeilijk gemaakt, Jean-Pierre, in het leven. Ja, maar ja, als je het uiterste wil, ja, dan moet je kijken tot waar kan ik gaan. En soms ga je te ver. Ja, etelijke keren. Radio. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Jean-Pierre Van Rossum, als we jouw naam googlen, dan vinden we tussen alle beschrijvingen van economist, schrijver, ex-politicus, zakenman, ook wel eens het woord oplichter terug. Ja. Dan hebben we het over de zaak Monitron natuurlijk. Hè? Ja. Als we dat woord gebruiken. Monitron was een... Ik ga het even uitleggen in het kort, maar je mag me verbeteren. Hè? Een beursbeleggingsbedrijf was dat. En jij had een systeem uitgewerkt waarvan dat je beweerde dat je de beurs kon voorspellen en zo enorme winsten maken. Ik had een econometrisch beursmodel gebouwd voor de Verenigde Staten dat op 12 reversals, dus 12 keer dat van hoog naar laag of van laag naar hoog ging en versprong, dat ik er 7 keren kon voorzien. Mm-hmm. En toen was het mij alleen erom te doen, is het mogelijk dat je de beurs op die manier kan voorspellen dat je er winst uit maakt. Hoe hoog dat die winst was, dat interesseerde me niet. Ik was een enorme tegenstander van Paul Samuelson, ooit Nobelprijswinnaar in economie, die zei, je kunt de beurs niet kloppen. Ik heb willen bewijzen dat het kon, dat je de beurs kon kloppen. Dus en jij hebt dan geld belegd en in het begin ging dat allemaal eerlijk, neem ik dan aan. Speelde jij het spel eerlijk? Ga ik toch vanuit? Ja. Maar dan op een bepaald moment... Dan vonden ze dat niet genoeg, hè. En toen een aantal van die rijke sloebers
die hebben geen scrupules. Als maar geld opbrengt, hè. En dat ik dacht, maar ja, als ze dan toch rap rijk, rap heel veel geld wil worden, dat ze dan aandelen van bijvoorbeeld Deutsche Bank, druk die, hè. Dat kost je niks. Je ziet dat ze op hetzelfde papier en met dezelfde clichés zijn gedrukt. Knip er alle coupons vanaf en heeft die in pand aan een bank voor leningen, waarmee dat je dan veel groter business kan doen. En zo is dat gegaan. Maar jij beslist daar toch op dat moment, Jean-Pierre, om, het is een groot woord, hè, maar in de criminaliteit te gaan toch? De witte boordcriminaliteit wel, maar het is wel criminaliteit. In de loop der jaren, mijn gevoel, mijn ethisch besef is altijd maar op een lager en lager en een lager pitje gekomen. Dat op het moment dat we een grote blunder gemaakt hebben op de beurs, en dat ik toen inzag, godverdomme Van Rossum, jij die een eerlijk marxist was, wat ben jij een vuile, smerige rotzak van een kapitalist geworden, die met een spelletjes mee heeft gespeeld, die er dik heeft van geprofiteerd. Maar je wist toch, Jean-Pierre, dat dit ooit op één dag, op een bepaalde dag zou uitkomen, dat het aan het licht zou komen? Maar hoe kon dat uitkomen? Je hebt daar nooit gewetensproblemen over gehad, over dat soort fraude. Hoe kon ik nu gewetensproblemen hebben? Deutsche Bank heeft geen cent verloren. Wat dat er wel gebeurd is dat op een bepaald moment een Fransman dan een aantal van die aandelen heeft vrijgemaakt bij de bank. Dus hij had dat als onderpand gegeven en hij maakt dat vrij. En hij zit in de knel en zonder dat hij ons iets zegt. Hè, we hebben altijd gezegd, als er geen moeilijkheden komt, moet het zeggen, we zien wel hoe dat we het oplossen. Is hij beginnen die aandelen, waarvan dat hij wist dat ze vals waren, proberen te incasseren. Ja, en dan loopt het in de lamp. Maar had die pummel er niet geweest, had Van Rossum nooit veroordeeld geweest. Nooit. Dat was een systeem, dat was een geniaal systeem. Heeft er niemand geld verloren, Jean-Pierre, door jou? Door de hele monitron? Van de 10, 12 miljard waar we mee speelden, is er een 830, 840 miljoen dollar verloren gegaan. Maar ja, dat is verloren gegaan bij mensen die allemaal, ik weet niet hoeveel, gewonnen hadden. Dus die maakten daar geen drama van. En wat wel dramatisch was, dat is van mijn eigen personeel. Die bleef maar zo en dan mogen we niet meespelen. Die wist natuurlijk niks af van heel het systeem dat we in elkaar gestoken. En dat ik er dan een paar liet meespelen. En dat als de boel over de kop ging, dat ik niet kon terugbetalen. Je hebt van veel dingen spijt in jouw leven, Jean-Pierre, maar van dit precies niet, hè? Van die kleine mensen wel, hè? Maar ik bedoelde de hele monitronaffaire. Ah, totaal niet. Totaal niet. Als ik zie hoe dat de banken sjoemelen. Ja, wij hadden tenminste nog een mooi systeem op poten gezet waar dat er niemand slachtoffer van werd. Als je kijkt naar die Arcopaar, 800.000 brave mensen die hun spaarcentjes verloren hebben aan de bende onnozelaars die te stom waren om te helpen donderen. Ja, dan vind ik wat dat wij gedaan hebben, daar kan ik hoegenaamd geen spijt over hebben. Hoeveel ben je zelf kwijtgeraakt? Veel, hè. 893 miljoen dollar. En dat herinner ik me nog goed, dat ik thuis kwam en dat tegen mijn vrouw zei, ik ben alles kwijt. En dat ze zei, eindelijk, nu hebben we een normaal leven kunnen leiden. Je hebt ervoor gekozen, Jean-Pierre Van Rossum, om niet onzichtbaar en zeker niet geruisloos door het leven te gaan. Om te beginnen, het uiterlijke vertoon al. Hè? Die ontelbare Ferraris waarmee jij reed. Ja, maar dat was niet bedoeld voor vertoon. Hè? Dat was als kind
mijn ouders waren niet zeer bemiddeld in die tijd. Hè. Mijn pa heeft zeer hard moeten werken om zich op te werken in de maatschappij. En veel speelgoed heb ik niet gehad. Hè. Maar dan een keer dat je daar met fortuinen ligt, haalt wat je niks mee weet te doen. Ja, dan kocht ik mij. Lijkt dat als kind de kinderen uit een rijk gezin 10 Dinky-toys hadden. Dan kocht ik mij 10 Ferraris. Maar het was niet bedoeld om mee op te scheppen. Maar als je met 10 Ferraris door het leven rijdt, dan weet je toch wel dat mensen dat zien. En misschien ook... Ik heb dat in het begin gezegd. Het interesseert niet wat mensen van mij schrijven of denken. Ik wou eindelijk leven. Ik had dan toch al dat geld liggen. Ik moest daar iets mee doen. Ja, dan heb ik dat maar verhokt en verdaan. En er was toch genoeg. En het kon toch nooit op. Totdat ik mezelf eigenlijk, door tegen mezelf te spelen en te zeggen, en nu ga ik dat toch een keer proberen, wat dat geeft. En ik was ineens alles kwijt. Maar gelukkig dat het gebeurd is. Hè. Gelukkig dat ik tegen de lamp gelopen ben. God weet waar dat geëindigd zou zijn. Ik zei het daarnet, je bent niet onzichtbaar door het leven gegaan, hè? Maar ook niet geruisloos. Ik wil eens even terugkomen naar dat moment. De eetaflegging van koning Albert, ja. Die je verstoord hebt toch? Ja. Hè, door te roepen, vive la République d'Europe, ja. Vive Julien Lahaut. Ja. Was dat een geplande actie? Ik wist in ieder geval dat hij iets zou roepen. Maar je wist dat dat niet ging goedkomen, hè? Was dat dan verkeerd dan? Waarom mag ik niet roepen? Vive Julien Lahaut, vive la République d'Europe. Ik ben tenslotte verkozen, hè? Ik had toch 200.000 stemmen. Waarom zou ik dat niet hebben mogen roepen? Omdat Albert, daar stond de bevelijke riet. Ja, zeg. Nee, ik snap nog altijd niet waarom dat ze daar zo'n belang aan gehecht hebben. Daar heb je geen spijt van? Helemaal niet. Ja, dat hoort bij de vertoning die het parlement is. Het parlement is een slecht georchestreerd toneelstuk met valse spelers. Maar misschien werd het ook van jou verwacht, Jean-Pierre, dat je zoiets ging doen. Je moest misschien jouw imago van rebel toch ook wel... Ja. Ik weet nog dat Patrick de Waal bij mij kwam en zei, Verrossem, je moet toch wel iets roepen, hè. Ja. En dan die hypocrieten van de Volksunie. Ja. Die allemaal zwartzakken geweest waren. En dan al met een keer op iemand nadat ik dat geroepen en vive le roi, en zei vive le roi en in de handjes klap. Dan dacht ik, godverdomme, dan zijn jullie tegen het koningshuis, maar als puntje bij paaltje komt, want de televisie zit erop en je moet toch goed overkomen bij het volk. Maar eigenlijk, als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk gewoon het spel gespeeld dat van jou verwacht werd? Blijkbaar wel, ja. Blijkbaar wel, zonder daar dieper op in te gaan. Hè. Want moest dat ook nu nog een keer ter doen zijn, ik zou niet meer in dat parlement willen zitten ten eerste. Dat was al een grote fout dat ik daar gezeten heb. Ik kan daar toch niks doen. Ik kan dat de mensen wijs maken. Wij gaan jobs creëren. Jobs. En niemand weet hoe dat die statistieken in zijn haak zitten. Wanneer jij zelf mag bepalen wanneer iemand werkloos is en wanneer niet. En wie in de statistieken komt en niet. Hè? En je zit te knoeien aan die werkloosheidscijfers die de onderschat. Ja, en dan heb je de actieve bevolking. Dan kun je zeggen, nou, we hebben 80.000 jobs bijgecreëerd. Iger zie de wever. Hè? Dat kun je wijsmaken aan God en Klein Pierke, maar niet aan Van Rossum. Dat ze jobs gecreëerd hebben. Die godverdomse onnozel minijobs voor een paar mensen en er ik weet niet hoeveel in de kou laten staan. Jean-Pierre Van Rossum, je had nu
zorgeloos kunnen leven met een behoorlijk pensioen. Maar je hebt ooit nee gezegd tegen een zeer mooi en respectabel aanbod. Een gemiste afslag, denk ik. En je weet waarover ik het heb. Nee. Maar dat is voor na 9 uur. Ja, nee. Radio 2. Goedemorgen. Er is deze week heel wat te doen geweest rond Jean-Pierre Van Rossum. Onlangs was hij bij me te gast in de Rotonde in Westende. En dit is het tweede deel van een eerlijk, openhartig gesprek met een man met heel veel spijt over zijn leven. Van Rossum, zoals je hem nog niet veel gehoord hebt. Radio 2, de grootste familie. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Met Christel van Dijk. Jean-Pierre, gisteravond aan tafel zei je me, we gaan het toch niet hebben over de ontelbare vrouwen die ik in mijn bed gehad heb. Gaan we ook niet doen. Maar over de liefde en wat dat voor jou betekent, daar kunnen we het toch over hebben. Ja, de liefde is dus wel iets anders dan de fysieke liefde van een moment van opwinding. Liefde is een van de mooiste dingen die er bestaat. Hè. Als je echt verliefd bent, ja, dan kan je veel meer. Leg het mij straks allemaal uit, Jean-Pierre. Ja. Ik wil wel jouw definitie van liefde weten. Jean-Pierre Van Rossum, zou jouw leven er niet anders hebben uitgezien mocht jij die ene afslag wel hebben genomen, namelijk professor worden aan de universiteit? Ja, maar ik zou een saai mannetje geworden zijn, denk ik. Ik zou niet geleefd hebben, terwijl dat ik nu excessief geleefd heb. Wat had me jou precies aangeboden, Jean-Pierre, toen? Toen werd, althans in België, werd nog informatica werd niet gedoseerd. Hè. Men sprak trouwens niet van informatica, maar van computerkunde. En omdat ik zeer wiskundig aangelegd was en zelf al heel vroeg mijn eigen modellen, mijn eigen programma's schreef. Ja, had men mij dat aangeboden en ik ben daar niet op ingegaan. Heb je erover nagedacht? Zelfs dan niet. Je hebt meteen nee gezegd. Maar nee, dat leek mij, god ja, om zo'n beroep te doen waar je eigenlijk relatief weinig mee verdiende, waar je inkomen afhankelijk was van het aantal keren dat je geciteerd geweest bent. In werken van collega's, dan zeg ik nee, ik doe dat niet. Ik wil vooral ook leven. En dat was de verkeerde beslissing. Ik had dat wel moeten gedaan hebben. Heb je daar nu spijt van? Ja, enorm. Enorm. Mijn leven zou heel anders geweest zijn. En van de andere kant strook ik dat niet met mijn afkeer van de bourgeois-samenleving, waar dat alles al op voorhand vast ligt, waar dat je eigenlijk niet leeft, maar geleefd wordt. Ik zou het misschien dan ook moeilijk gehad hebben. Maar in ieder geval een veel regelmatiger leven gehad hebben dan het totaal chaotisch, excessief leven dat ik nu geleid heb. Op het einde van de rit had het jou misschien gelukkiger gemaakt. Minder ongelukkig, ja. Ik denk het wel. Zou ik misschien op dezelfde leeftijd van nu nog gehunkerd hebben om te leven, terwijl dat ik nu, voor het is allemaal goed geweest, maar nu is het meer dan genoeg. Het leven is voltooid en hoe rapper dat ik er mag uitstappen, hoe beter. Dat zou een verschil geweest zijn, ja. Dat meen je echt, hè? Dat eruit stappen, hè? Ja, ik hoop dood gewoon. Hugo Claus, die een vriend van mij was, die mocht euthanasie plegen, dat men mij dat zal toelaten, ja. Maar jij bent nog gezond en zo gezond ben ik niet meer, hè, zeg. Like dat ik nu sukkel met mijn benen en als ik 50 meter loop, dat ik ineen kromp van de pijn. Maar het is genoeg geweest, hè, voor mij. Het hoeft niet meer. Ik ben nog bezig aan het laatste boek.
En als dat af is, ik hoop dat men mij euthanasie zal toestaan, dat men mij niet zal verplichten. Je kunt toch niet iemand dat weigeren en ja, dat hij dan onder de trein springt. Wat is dat nu voor een onnozel samenleving? Die katholieken die hebben dat het leven is van God en God beslist, hier zie God. Hè. Ik heb niks met God te maken. Heb je daar een datum voor in je hoofd? Nou ja, ik ben bezig aan het allerlaatste boek, waar ik dus probeer uit te leggen hoe dat diepgaande economische crisissen onze samenleving vormen en onze samenleving compleet veranderen. En ik heb uitgerekend. Ja, tegen het einde van het jaar is dat af en dan wil ik echt dat men mij toestaat om euthanasie te plegen. Hè, zeg. En ook het feit dat ik zo sukkel met mijn been en dat ik eigenlijk nergens nog naartoe kan. Het is genoeg geweest. En dat is het. Maar jij betaalt dan nu, als ik het goed begrijp, toch de prijs van een temperamentvol, flamboyant, koortsachtig leven. Ja, als je in zo'n tempo geleefd hebt en zo ongezond geleefd hebt. Ik nog altijd voor mij een raadsel dat ik er ben en zeg. We zijn begonnen daarnet, Jean-Pierre, over die gemiste afslag. Het feit dat je niet voor dat professorschap gekozen hebt. Maar ja, nu moet je wel kiezen. Mocht je het er doen, professor of de Jean-Pierre van Rossum die je geweest bent? Het zou het verschil zijn tussen een heel rustig, bijna onbewogen leven, waar alles op voorhand geprogrammeerd was, en een leven dat eindigt als een totale mislukking, waar je het uitschot van de maatschappij bent, de geboren oplichter, de geboren smeerlap, maar die dan wel verdomd geleefd heeft. Hè? Kiezen, Jean-Pierre. Ik kan moeilijk zeggen, hè, exact inschatten hoe dat mijn leven als prof zou geweest zijn. Maar het zou in ieder geval nooit zo boeiend geweest zijn als het leven dat ik geleid heb. Ik kan niet kiezen. Jawel, toch. Het laatste. Kunnen zeggen, als ik morgen doodval, voort. Ik heb toch geleefd in mijn leven. Hè. En dat zou ik als prof nooit kunnen gezegd hebben. De Rotonde. Dan zullen we het nu eens hebben over de liefde, Jean-Pierre van Rossum. Wat voor verwachting had jij daarvan als tiener? Geen. Nochtans, mijn vader en mijn moeder, die zien elkaar, ze zijn nu 95, 96 jaar, die zien elkaar nog altijd graag. En dus ik zag het voor mijn ogen, maar ik dacht, ach kom, het is toch maar een fysiek spelletje. En dan met ouder te worden, ben ik gaan inzien, het is heel waarschijnlijk de sterkste kracht achter de mens. Want als je verliefd bent, dan kun je zoveel meer dan anders. Maar het zit niet in mijn genen, of het zat niet in mijn genen, om trouw te zijn. Ik moest altijd alle limieten aftasten en kan dat, en kan dat, en kan dat. En ook daar heb ik spijt van dat ik... Ik heb twee prachtige vrouwen gehad, waar dat ik smoor verliefd op ben geweest, maar die ik veel te vaak bedrogen heb. Maar heb je enig idee waarom dat je dat deed, Jean-Pierre? Omdat ik altijd een neiging in mij heb van het uiterste op te zoeken. Of dingen kapot te maken toch ook? Daar stond ik toen niet bij stil. Nu heb ik me dat allemaal gerealiseerd. Hè. Maar dat heb jij toch ook wel een beetje in jou, Jean-Pierre? Iets destructiefs, hè? Ah ja, ik heb iets zelfdestructiefs, dat alleszins. Ja. Maar gaf jou dat voldoening dan? Nee. Ook niet? Nee, nadien was ik iedere keer
ik kan geen vrouw kwetsen. Hè. Dus dat zeggen, ik heb vannacht met die of die uit geweest. Ja, dat doe je dan liever niet, want dan kwets je de andere daarmee. En dan leef je op den duur in zo'n hoop leugens dat je er ook niet goed bij voelt. Maar liefde is, ja, ik denk, het mooiste wat er bestaat, ja. Je hebt je broer heel vroeg verloren, hè, toen hij 5 was. Dat is een trauma geweest in jouw leven. Je hebt daarna geen vrienden meer gehad. Ja. Kan het ook zijn dat jouw relatie met vrouwen daaronder geleden heeft? Dat je niet kwetsbaar durfde opstellen? Ik denk het niet. Nee. Ik heb toch bij de 2 vrouwen waarmee dat ik jaren samengeleefd heb, die weten toch als enigen hoe dat verrassen met elkaar zit. En de anderen weten totaal niet. Maar ik heb ontzettend graag geleefd, hè. Mm-hmm. Maar altijd met passie, hè. Dat moet vooruit gaan, hè. Het moet iets nieuws zijn vandaag. Vandaag mag niet like gisteren zijn. En wat doen we dan nieuws? En ik heb altijd geprobeerd, op de manier waarop ik leefde, voor de vrouw waarmee dat ik samenleefde, ja, voor verrassingen te zorgen. Soms op een heel stomme manier, met zonder de meeste aanleiding 144 rozen te laten afgeven, zonder naamkaartje erbij. En zo, wel een soort van die zotte dingen, maar het moest alle dagen iets nieuws zijn. En op den duur is je repertoire van innovaties opgebruikt. En dan moet je verstandig genoeg zijn om te zeggen, ja jongens, bon, hey, salut allemaal, vergeet me maar zo rap mogelijk. Want uiteindelijk, als ik terugkijk op mijn leven, en dan ben ik een enorme klootzak geweest. Een 100% mislukkeling. Nou ja, het zij dan zo. De manier waarop je afscheid genomen hebt van jouw vrouw, van Rachida bijvoorbeeld, was dat op een propere manier? Nee, op een bepaald moment liet ik me vooral fysiek gaan. Ik lette niet op mijn gewicht, op niks. En ik verzorgde mij niet meer zoals dat moest zijn. En dan zei ze, ja, zoals dat je nu bezig bent, mocht je blij zijn dat ik de enige vrouw ben die nog om jou heeft. Je zult nooit nog een vrouw kunnen krijgen. En dat was zo'n uitdaging. En dan dacht ik, nee. En ik ben gewoon in mijn auto gestapt, gereden tot in Aalst, op de Grote Markt. Het was volop zomer. Op de terrassen gekeken, wat is nu de mooiste die er hier zit? En dezelfde avond lag ik met die in bed. En, ja. Maar ik heb er nooit mee gevrijd, hè. Ik heb er nooit mee gevrijd. Omdat Rachida, die kon ongelooflijk goed vrijen. Die, ja, dat was een liefdesbeest in bed. En ik ben dan 2 of 3 jaar bij die vrouw uit het Aalsterse geweest. Maar raakte die niet aan. En ja, ging nog keer of 3 in de week met Rachida gaan vrijen. Toen jullie uit elkaar waren? Ja. Maar mijn leven is zo ingewikkeld en zo gecompliceerd dat je het niet kan voorstellen. Hè. Ja, wij vrijden nog met elkaar met evenveel passie als in het begin. Maar ja, zij had mijn trots gekwetst. Hè. Maar die moet jou dan ongelooflijk graag gezien hebben, Jean-Pierre. Kan toch niet anders? Van de 3 vrouwen waar ik mee getrouwd ben, die 2 laatste hebben mij ongelooflijk graag gezien op een manier die ik hoegenaamd niet verdiende. Hè. Waaraan heb ik dat verdiend, dat ze een stuk van hun leven weggaven aan mij? Maar ik denk dat dat eigen is van een vrouw die verliefd is. Een vrouw die verliefd is, die vergeet zichzelf. Hè. Die gaat op een duur leven in functie van een man.
wat eigenlijk niet nodig zou zijn, maar ze zijn zo ja, vertederend, verliefd, dat ze zich wegschenken tot voorbij wat ze zelf mogelijk maken. Een man zit anders in elkaar. Hè. Die kan ook enorm verliefd zijn, maar ja, de testosteron speelt daar een rol in en is toch niet hetzelfde. Ik beklaag alle vrouwen die moeten met een man staan. Hè. Moest ik vrouw zijn, ik zou 100% lesbisch geworden zijn. Zeker. Ja. Je bent de 70 nu voorbij, Jean-Pierre. Ja. Ben jij alleen? Ah, maar ik ben graag alleen. Hè. Maar je hebt geen relatie nu? Ja, ik heb al... Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen. Hè. Er zijn nog een aantal vrouwen die tegen beter weten in mij dood graag zien. Maar heb ik daar nu nood aan? Eigenlijk niet, nee. Laat me nu maar de laatste dingen afwerken en laat me nu maar zeggen, allee, het is goed geweest, het zal u aan de kost allemaal. En sorry dat ik er geweest ben en u een hoop miserie bezorgd. Kinderen, Jean-Pierre van Rossum, jij hebt twee zonen, hè? Ja. Piki en Juri, bij twee vrouwen, ja. Bij jouw tweede en bij jouw derde vrouw. Ja. Wou jij kinderen? Ja, ja. Ja, natuurlijk, als die kinderen gemaakt zijn, bij wijze van spreken, dan was de wereld niet zo'n troep als nu. Hè. Ik denk, als ik nu 25 zou geweest zijn, dat ik het onverantwoord zou gevonden hebben om nu nog kinderen op de wereld te zetten. Maar waarom wou jij kinderen, Jean-Pierre? Al dood gewoon om mee te spelen. Ik ben zelf altijd kind gebleven. En ik heb dat enorm onder geleden en leid dat nog dagelijks onder dat mijn oudste zoon op een dag van vandaag op morgen zonder uitleg te geven gezegd heeft, ik wil jou nooit niet meer zien. Nou. En nochtans, mijn twee kinderen heb ik altijd even graag gezien. De ene niet meer dan de andere. Nu, kinderen, Jean-Pierre, is wel een grote verantwoordelijkheid. Je kan ze niet terugsturen, nee, eens nee. Dat je ze hebt. En ja, jij was wel iemand die dingen heel snel beu was, moeite had om binnen een bepaald systeem te werken. Kinderen kon ik onmogelijk beu worden. Hè. Wat ik mezelf erin verwijt, is dat als mijn oudste zoon geboren is, dan zat ik volop in die geldbusiness, die eigenlijk opeist van 's morgens tot 's avonds. Dus ik heb veel te weinig met mijn oudste zoon samen gespeeld. Maar bijvoorbeeld met mijn jongste zoon, dat was dat financieel avontuur helemaal achter de rug. Die speelde voetbal. Ik heb al zijn voetbalwedstrijden bijgewoond. Om te even waar. Terwijl mijn oudste zoon, die speelde ook voetbal. En die neemt het mij allicht kwalijk dat ik met moeite naar een van zijn matchen ben gaan kijken en dat ik naar alle matchen van mijn jongste zoon ben gaan kijken. En heeft dat heel waarschijnlijk verkeerd ingeschat, ik weet het niet. Maar hij heeft zichzelf volledig onbereikbaar gemaakt voor mij. Ik kan hem niet telefoneren, ik kan hem niet mailen, want er gebeurt niks. Ik denk dat hij mij van Facebook verwijderd heeft als vrienden. Dus de enige manier waarop ik nog nieuws verneem van mijn oudste zoon is via mijn moeder en mijn vader. Hè, mm-hmm. Die zo verstandig geweest zijn van het zo te regelen dat ze mij verwittigen. Die dag gaat niet, want dan komt Piki, dus mijn oudste zoon. En dus dat we daar elkaar zelfs niet tegen het lijf kunnen lopen. Misschien maakt jouw oudste zoon wel hetzelfde mee dan wat jij hebt meegemaakt. Hè? Jij bent jouw broertje verloren, hij is zijn mama heel vroeg verloren. Hè? Ik denk dat hij mij dat zeer kwalijk neemt. Ja, dat hij gezegd heeft, mijn moeder was een vrouw met ontzettend veel capaciteiten en toch
ben jij vlierenfluiter op een dag op een ander gevallen. Ik denk dat hij mij dat zeer kwalijk neemt, ja. Want hij was nog jong, dus jij hebt hem wel moeten opvangen na die dood. Hij was 10 jaar als zijn moeder gestorven is. Dat is ook een verhaal op zich. S morgens staat hij op en zijn moeder ligt in bad. En ze beweegt niet. En hij houdt een spiegeltje voor haar mond om te zien dat ze, of ze nog ademt. Hij komt op school en zegt tegen zijn juf, ik denk dat mama dood is. En wel ja, we gaan dan samen een keer gaan kijken als de les gedaan is. Dus dat kind heeft daar gezeten van 8 uur 's morgens tot 4 uur 's namiddags. Dat die domme trut gaan kijken is wat... Want het was 50 meter stappen, hè, dus van de school tot thuis. Nee, dat moest na 4 uur gebeuren. En dat kind heeft daar zeker een trauma aan opgelopen. Dus dat zal zeker een grote rol gespeeld hebben in zijn beslissing. Ik wil mijn vader nooit meer zien. De naam van Rossum? Ja. Jean-Pierre, was dat voor die kinderen altijd een cadeau? Nee, want mijn oudste zoon die noemt zichzelf op Facebook en in alles wat hij doet noemt zichzelf Nicolas met de naam van zijn moeder. Hè. Die is beschaamd over die naam. Mijn jongste zoon is veel meer een manfotist dan een revolutionair. En als jullie lak hebben aan de naam van Rossum Fort, ik heb toch een vader dat jullie nooit gehad hebben. Oh, dat is de echte van Rossum. Een echte, ja. Radio 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Jean-Pierre van Rossum, de allerlaatste afslag. Daar zijn we al. We hebben het er eigenlijk al over gehad, hè. De afslag, de ja, dood. Die is eigenlijk al genomen, hè. Ik kan zeggen, psychisch heb ik afstand al genomen van het leven. Wat er nog rondom mij gebeurt, het interesseert me allemaal geen fluit meer. Wat wil je nog doen? In de periode, want je spreekt over het einde van het jaar. Het einde van het jaar wil je er niet meer zijn. Wat wil jij nog doen in die maanden, behalve je boek afwerken? Dat boek afwerken, dat is al. En dat... Zelf niet, geen enkele gedachte aan dat boek uitgeven. Nee, dat boek afwerken. En dan zitten op mijn computer. En als mijn kinderen ooit geïnteresseerd zijn, maar waarom gaat het nu zo mis in deze wereld? Hè? Omdat het kapitalisme uiteindelijk toch het meest slechte systeem is van alle systemen die de mens heeft bedacht. Dan kunnen ze dat daar lezen. En waarom wil je dat nog per se afmaken, Jean-Pierre, als je het toch niet wil uitgeven? Ik weet niet hoeveel boeken geschreven waar ik nooit aan gedacht heb van te willen uitgeven. Nee, dat is... Ik schrijf het op de eerste plaats voor mezelf. Ik wil begrijpen waarom... We hebben zo'n massa mogelijkheden. Waarom verknoeien we die leefwereld die we gekregen hebben? En waarom geven we die van generatie tot generatie in iets meer beschadigde toestand over aan onze kinderen? Want echt voor degenen die nu nog jong zijn, die nu nog carrière moeten maken, ik beklaag die. Hè. Mm-hmm. In een wereld waar dat straks die volledig gerobotiseerd is, dat men altijd maar minder arbeidskracht zal nodig hebben. En waarbij dat ze ja, als nuttelozen zullen worden beschouwd door een op winst gerichte samenleving. Want ze hebben geen werk. En we gaan toch binnen kort afzienbare tijd niet anders niet meer kunnen dan ja, degenen die uit de boot vallen allemaal een basisloon te geven. Jean-Pierre, wil je nog bepaalde dingen goed maken in die periode? Die korte periode die je nog je hebt? Je kunt dat niet meer, hè. Allee, als je 50 jaar geen woord tegen je ouders hebt gezegd, er alleen op zitten kafferen hebt, hoe wilde dat dan in die laatste 2 jaar nog goed maken?
dat gaat niet. Ik ben mijn zus, die een fantastische vrouw was, hè. Wat dat ik daar allemaal naar haar hoofd geslingerd heb, met de bedoeling van alleen haar te kwetsen. En dan uiteindelijk, als je dan toch een beetje volwassen geworden bent en neemt weer contact met haar op, en dan nu mis ik die alle dagen, hè. Nu mis ik die. Hoe is dat mogelijk geweest? Ik had zo'n fantastische zus. En ik zat er alleen op te kankeren van, je bent een bourgeoise. Terwijl dat de grootste bourgeois was ik zelf eigenlijk. Hè. Verslingerd aan luxe, aan comfort, aan alles. Maar die dan dat probeerde te verhoedelijken. Ja, maar ja, ik ben eigenlijk een marxist. Hè. Ja, dat is een klucht is dat, hè. Ik vind het zo jammer dat je zo negatief terugkijkt op je leven, Jean-Pierre. Ik kijk negatief niet op mijn leven. Mijn leven is boeiend geweest. Boeiend tot en met mijn woorden vol fouten. Maar als ik eerlijk ben, dan moet ik durven toegeven. Je bent eigenlijk een ongelooflijke stomme kloot en een klootzak geweest. Je verdiende eigenlijk van niemand al de liefde die je gekregen hebt. Je hebt, ik weet niet hoeveel kansen gehad die je één voor één hebt verknald omdat je graag voorbij het randje liep. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zo weinig respect voor zichzelf hebben als ik. Allee, ja. Ik leef eigenlijk in voortdurend conflict met mijn eigen. Hè. Hoe wil jij herinnerd worden, Jean-Pierre? Ze moeten mij niet herinneren. Wat mensen denken, dat is volledig vrij. Dat ze mij maar rap vergeten. Hij zei, och. Ik was een slechte episode voor een aantal mensen in hun leven, maar nee, ze moeten mij niet herinneren. Absoluut niet. En hoe zie jij jouw begrafenis? Ze mogen mij in een appelsineke steken en onder de grond schoppen. Ze mogen mij in brand steken. Ze mogen al doen wat ze willen. Wat kan mij dan nu schelen? Als ik dood ben, weet ik toch niks. De meeste mensen, als ze aan de dood denken, die denken aan zwart. Maar zelfs dat is er niet. Hè. Er is geen kleur meer, er is geen bewustzijn, er is niks. Dus hoe kan je nu bekommerd zijn om wat er nadien met die stoffelijke resten gebeuren? Ja. En hoe dat ze, niemand moet mij herinneren. Jean-Pierre van Rossum, dank je wel. Om samen met mij te ontbijten. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond het een beetje een raar gesprek. Ik ben er niet echt vrolijk van geworden. Hoefde dat maar niet in, toch? Maar ja, je blijft verbazen, hè, zoals je je hele leven lang ons verbaasd hebt. Ja. Het allerbeste nog? Mag ik jou dat nog wensen? Ja, je mag mij alles eens al wensen wat je wilt. En ik vond het wel leuk. Ik ben er hier gekomen tegen mijn hoesting. Echt? Ja, ik ben tegen mijn hoesting naar hier gekomen. Ik heb nog zitten denken als het 4 uur was. God, zou ik niet bellen dat ik geen hoesting heb. Ik dacht, ja, gewoon geleden. Ga dan maar in de hoop van hoe rapper dat ik kan terug thuis. En gaandeweg vond ik het... Ja, dat is toch gezellig. Allee, vooruit. Gisteravond hebben we hier nog lang zitten babbelen. Tot ongeveer 1 uur 's nachts. Dat vond ik wel leuk. Ja. Allee, we eindigen toch nog vrolijk met een lach. Ja. Jean-Pierre, wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven? Even gecharmeerd als kinderlijk verwonderd dat jullie enig belang hebben kunnen besteden aan de viscerale klootzak die ik ben, want die belangstelling verdien ik echt nergens aan. En dat is uit de grond van mijn hart. Jean-Pierre Verrossen.